Hallo, in deze video ga ik jullie laten zien hoe je op een oppervlakte kunt haken. In het Engels wordt het ook wel surface crochet genoemd. Ik heb hier een paar voorbeelden van amigurumi waarop ik een randje heb gehaakt. Kijk, op de kleding zit een rand. Op deze poes en ook op de koalabieën en op deze olifant ook. Ik ga jullie laten zien hoe je dit zelf kunt doen. Mocht je deze amigurumi willen maken, dan kun je de handleiding op mijn website vinden. En ik zal een link in de beschrijving plaatsen. Nou, we beginnen met... Ik heb al een koala beertje lichaam gemaakt. En ik ga beginnen in het eerste gaatje van de toer. Daar ga ik in, dan ga ik naar het tweede gaatje. En dan pak ik het draad waarmee ik ga oppervlakte haken. Nou, dat haak doe ik op mijn haaknaald. Dan trek ik een lusje door de gaatjes heen. Dan heb ik een lusje op mijn haaknaald. Zo haak ik verder. Ik ga nu het tweede gaatje in. Ik ging net van het eerste naar het tweede gaatje. En nu ga ik van het tweede naar het derde gaatje. Ik heb nog één lusje op mijn haaknaald. Nu ga ik van het tweede naar het derde gaatje. Sorry. Ik pak het draad weer en trek het door de gaatjes. En trek het dan meteen door het lusje wat op mijn haaknaald zit. En nu ga ik in het derde gaatje, waar het draad uitsteekt, naar het vierde gaatje toe. Dan pak ik weer het draad op, trek het er doorheen en dan ook meteen door het lusje wat op mijn haaknaald zit. Nou, nu ga ik weer in het gaatje waar het draad uitsteekt, naar het volgende gaatje. Pak het draad erop en trek het door het lusje heen. Nou, dit doe ik de hele toer lang, tot ik weer aan het begin van de toer uitkom. En dan heb ik een rand gehaakt om mijn amigurumi heen. Nou, oppervlakte haakwerk gebruik ik vooral om randjes te maken van mijn amigurumi, zodat de kleertjes wat beter uitkomen. Het wordt ook wel gebruikt om bijvoorbeeld letters te haken op haakwerk. Dan ga je niet alleen maar één ronde langs, maar ga je ook naar boven en naar beneden. Zo kun je dus een naam bijvoorbeeld haken op een amigurumi. Dan hoef je het niet te naaien voor de borduren. Maar dit filmpje is dus vooral om te laten zien hoe je dit doet op een amigurumi. Om de kleertjes wat beter uit te laten komen. Nou, en ik ga zo het filmpje een beetje versnellen. En dan ga ik jullie laten zien hoe je aan het einde het haakwerk mooi kunt afwerken. Oh ja, hou er vooral rekening mee dat je niet te strak haakt. Als je te strak haakt, dan krijg je misschien later als je het lichaampje opvult, dat je een heel strak randje krijgt. Want bij het vullen van een amigurumi zet meestal de amigurumi wat uit. En daarom moet het randje wat je erop haakt ook niet te strak gehaakt zijn, zodat deze wel meerekt. Waarschijnlijk is het eventjes uitproberen hoe je het beste kunt doen. Maar gelukkig kun je altijd makkelijk weer loshalen en het even opnieuw proberen. Dan weet je op een gegeven moment hoe los je moet haken om een mooi resultaat te krijgen. Nou, nu ga ik de video even versnellen. Ik hoop dat het nu duidelijk is hoe je
de steken zelf kunt gebruiken. Nou, ik ben nu bijna aan het einde gekomen. Eigenlijk lijkt het haken van het oppervlakte haken lijkt eigenlijk een klein beetje op halve vaste haken. Nou, ik ben er bijna. Dit is eigenlijk het laatste lusje van de toer. Nu ga ik nog even van het laatste gaatje van de toer nog even naar het eerste gaatje waar ik helemaal begonnen ben. Ik hoop dat je het goed kunt zien zo. Dus in dit gaatje, aan het einde ga je naar beneden. En dat is het allereerste gaatje waar ik begonnen ben. En trek daar nog een laatste lusje. Oh, sorry, ging niet helemaal goed. Dus ik ga het nog een keertje proberen. Dus in dit gaatje bovenin, 1 toer naar beneden. Trek het garen daardoorheen. Nou, dit is dan mijn laatste lusje. Nu kan ik het draad even doorknippen. En je hebt dan een borduurnaald nodig om hem even een mooi einde aan te naaien. Om de eerste en de laatste lusjes die je gehaakt hebt te combineren. Nou, ik heb iets te hard aan het draadje getrokken, dus ik maak het laatste lusje even een beetje los, zodat het er wat mooier uitziet. En dan ga ik onder het allereerste lusje door dat ik gemaakt heb aan het begin van de video. Ik hoop dat je het goed kunt zien. En dan ga ik in het laatste lusje wat ik net gemaakt heb. Het laatste lusje van de toer. Zo, en dan in het lichaam. En zo heb ik de eerste en het laatste lusje aan elkaar verbonden. Het ziet er wat netter uit. Nu hoef ik eigenlijk alleen maar de losse draadjes te verbergen in het lichaam. En dan ben ik klaar. Nou, aan de binnenkant heb ik twee losse lusjes, blauwe lusjes. Nou, ga ik even een knoopje maken, want dan komt het draadje ook niet zo snel uit. Dat zou een beetje jammer zijn. Nou, zo ziet het er helemaal uit. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. En dat jullie weten hoe je een randje kunt haken om je amigurumi. Mocht je het een leuk filmpje vinden, zou ik het erg leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. En dat je deze video liked. Ik heb nog veel meer video's op mijn YouTube kanaal met allemaal tips en trucs. En ook gratis handleidingen van amigurumi, kleine amigurumi. Zoals een leuk vosje, zoals deze, die kun je erop vinden. En een kippetje. En een konijn. Nou,
zo staan er nog veel meer op. Neem vooral eens een kijkje. Op mijn website staan wat meer uitgebreide patronen. Die linkjes staan in de beschrijving van deze video. Nou, bedankt voor het kijken.